Het Jutters Museum Flora bij de Koog op Texel gaat weer open. Een beetje een zootje hier allemaal. Het museum was maandenlang dicht na een brand in het restaurantgedeelte, vorig jaar december. 5 december, ja. 5 december, 's ochtends vroeg, of om 8:00 of 9:00, toen kwamen we hier bij de deur. En toen stond het hier helemaal zwart van binnen. Dat hier op deze plek was een brand geweest. Toen konden we na een uurtje naar binnen en toen was alles gesmolten en zwart. Ja, de schade beperkte zich niet tot de keuken natuurlijk, hè? Nee. Dat hier was echt van voor naar achter was het echt helemaal zwart. Nou ja, normaal gesproken wordt alles in de container gegooid. Want dan is het door de roetschade niet meer te herstellen. In dit geval zijn er zes weken lang 4 man aan het schoonmaken geweest om echt alles weer roetvrij te maken. En toch ook zoveel mogelijk intact te houden. En dat is gelukkig gelukt. Natuurlijk. Ja, het is collectie, dus je kan het niet vervangen. En dan al die flessen? Ja, 1300 flessen. Allemaal met een laagje zwarte roet erop. Dus die zijn allemaal stuk voor stuk zijn ze schoongemaakt. Die zijn in een container op de parkeerplaats gezet. We hebben nieuwe planken gemaakt en alles weer teruggezet. Ja, nieuwe lente, nieuw geluid, nieuwe expositie. Ja, zeker. We hebben natuurlijk de containers gehad van de winter. En dit ligt al klaar voor de nieuwe expositie, de stoeltjes. Ja, het gaat om de massa, dus dit is uit de containers. Nou, dit is er niet 1 of 2, dit zijn er 50. Nog even, we zijn er weer helemaal klaar voor. Oké, nou succes. Ja, dankjewel. Ja, nog eventjes. We gaan nog even verder.